We hebben in deze afspeellijst al gekeken naar de decolonisatie die na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond en vooral stilgestaan bij de ontwikkelingen van de Koude Oorlog, die dus in 1989 eindigde met die val van de Berlijnse muur. Nu, in de laatste twee video's, gaan we nog eens even kijken naar de Europese en de internationale samenwerking die er in de periode 1945-1989 plaatsvindt. En beginnen met de Verenigde Naties. Want Amerikaanse president Roosevelt wil dat er een betere opvolger komt van de Volkenbond. He, daar hebben we het in een eerdere video al wel eens over gehad. Die Volkenbond dat was zo'n internationale samenwerking van landen die probeerden om eh, conflicten pratend op te lossen. En ja, dat mislukte gigantisch natuurlijk, want die Volkenbond werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog, maar ze hebben de Tweede Wereldoorlog niet kunnen voorkomen. En Roosevelt zegt dus, oké, okay, we hebben nou twee keer een grote fout gemaakt, twee keer een wereldoorlog zijn we gestart, nu moet het echt anders, er moet een betere organisatie komen om de vrede op aarde te bewaren. En dat wordt dus de Verenigde Naties. En dat is een organisatie, een samenwerking van landen op veel verschillende gebieden. En bijna alle landen ter wereld die zijn er intussen lid van geworden. En nou, op welke gebieden werken ze dan samen? Nou ja, uh, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Hè. Dus uh, UNICEF komt bijvoorbeeld heel erg op voor uh, de kinderrechten. En uh, die eerste twee letters van UNICEF UN, de UN, dat staat voor de uh, United Nations, de Verenigde Naties. Um, ja, ze, ze komen op voor internationaal recht, weet je wel, dus uh, oorlogsmisdadigers, die kunnen bijvoorbeeld voor een speciaal tribunaal van de Verenigde Naties worden berecht of iets dergelijks. Ze zorgen er ook voor dat die mensenrechten uh, zo goed mogelijk worden nageleefd overal ter wereld. En uh, ze werken ook samen op het gebied van uh, veiligheid in de wereld. Hè. Dus als er ergens een uh, conflict is, een oorlog is, een burgeroorlog of weet ik veel wat, dan kan het zijn dat de Verenigde Naties besluiten om een vredesmacht te sturen naar uh, dat gebied, om in ieder geval de bevolking daar te beschermen tegen de strijd. En uh, nou ja, er wordt ook samengewerkt op het gebied van de ontwikkeling van de wereldeconomie. Zorg je dat uh, de armoede, het verschil tussen arm en rijk bijvoorbeeld ook, dat dat, uh, kleiner wordt. En binnen die Verenigde Naties zijn er ook organisaties die zich bezighouden met onderzoek naar maatschappelijke en ook culturele ontwikkelingen. En uh, ja, bijvoorbeeld uh, hoe kunnen we het onderwijs in derde wereldlanden verbeteren, om maar eens iets te noemen. Dat soort zaken, dat, dat ja, vindt allemaal plaats ook via die Verenigde Naties. En het is dus een heel. Uh, grote en heel machtige organisatie die van alles en nog wat doet. Ja, en het belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties, hè, de club binnen de uh, Verenigde Naties die het meeste kan beslissen, dat is de Veiligheidsraad. En wat daar beslist wordt in die Veiligheidsraad, daarvan is de bedoeling dat alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties, en dat zijn dus bijna alle landen ter wereld, ja, die moeten zich daar dan ook aan houden. En ja, die komen natuurlijk vooral bij elkaar als de veiligheid in het geding is. Hè? Dus als er een oorlog of een conflict is of iets dergelijks. En die veiligheid die heeft vijf permanente leden. Vijf landen die er dus altijd in zitten. Dat zijn de Verenigde Staten, dat zijn Sovjet-Unie en dat is tegenwoordig dus Rusland. Uh, Groot-Brittannië, Frankrijk en China. China heeft er een tijdje niet in gezeten, maar zit er nu al een hele tijd weer wel in. Dat zijn de vijf vaste leden van de Veiligheidsraad. Die gaan er ook nooit uit. Maar goed, die Verenigde Naties die bestaan uit bijna 200 landen. Die willen natuurlijk ook meepraten binnen die Veiligheidsraad. Dus uh, andere landen die mogen voor een periode van twee jaar deelnemen en dan wordt er weer doorgewisseld. En zo zijn er dus uh, tien landen die ook in die Veiligheidsraad zitten die iedere twee jaar weer wisselen. Ja, je ziet al dat, dat die vijf grote landen, die vijf vaste leden, ja, dat die behoorlijk wat zeggenschap hebben. En uh, sterker nog, die, die vijf vaste leden die hebben ook nog eens het zogenaamde vetorecht. En dat houdt in dat zij iedere beslissing, ieder besluit dat er wordt genomen, dat kunnen zij vetoën. Oftewel, als zij het er niet mee eens zijn, dan gaat het niet door. Vetorecht houdt dus in dat je het recht hebt om een besluit tegen te houden. En al zijn alle andere 14 landen van de Veiligheidsraad ervoor, maar als bijvoorbeeld Frankrijk zou zeggen: nee, ik veto het, ik ben er tegen, helaas, dan gaat het besluit toch niet door. En dan zie je dus wel dat die grote landen, die vijf vaste leden, die hebben toch wel heel veel macht binnen die Verenigde Naties. En dat is eigenlijk ook wat, uh, wat die spotprint hier rechtsonder uit I told them this unbalance, oftewel die, die vijf grote dieren die daar staan, die dus die vijf grote landen vertegenwoordigen, ja, die wegen veel zwaarder dan uh, die, al die andere landen bij elkaar. En ook al is er nog zoiets als een algemene vergadering waar alle landen van de Verenigde Naties in zitten, totdat die Veiligheidsraad het belangrijkste orgaan is, hebben die vijf vaste leden dus uh, ja, de meeste zeggenschap.